Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrie Berends. Ja. Wat voor oerkreet slaakt jij nou? Ja, ik had even niet naar de stemmen gekeken, maar ik nou, het is een vrij mooie stand zo, hè? Ja, je kan wel zeggen dat het echt spannend is. 39 om 35. En wil je weten wie voor staat? Ja, dan kan je dus eerst even stemmen. En als je dan gestemd hebt, dan verschijnt het ook wel in beeld, hè? Wie ervoor staat of wie erachter staat. En of jouw stem daar de spanning sterker heeft gemaakt of niet. Maar een spannende strijd, wat je zegt. En stemmen kan dus op www.ballisticbrass.nl, www.ballisticbrass.nl. Ja, inderdaad. En dat is dus een van de dingen die wij ook nog gaan doen. Want we hadden het natuurlijk over de track van de week. Want we hebben nog niet gezegd dat we het daarover hadden. Maar bij deze dus. De track van de week dus. Margam Abbey Flora Band tegen Copacabana van Oranje IJsselmuiden. Ja, en wat hebben we verder nog in dit programma? We hebben natuurlijk zometeen nog de WM-cellfoon die uit Amersfoort is gekomen. Ja, en waar zou die naartoe zijn gegaan, hè? Ja, dat weten we dus niet, hè? Nou, nee, want hij kwam vanaf DVS, toen naar Juliana. Ja. En dan nu. Ja, en nu. Ik heb ook echt geen flauw idee. Ik had het trouwens ook niet vermoed dat hij in Amersfoort terecht was gekomen. En ik zag hem vorige week nog steeds rooier worden. Wie, ik? Ja. Ja, maar ik kon er ook echt gewoon niet opkomen. Totdat ik op een gegeven moment wat hints had gehad. Nou, toen wist ik genoeg. Maar goed, dat was best wel laat eigenlijk. Hè? Ja, want op Twitter was ook al een keer voorbij gekomen. Ja, precies. De Glenn van Jot. Ja. Maar goed, we zijn erachter gekomen. Van Amersfoort is ze nu weer op weg naar, of is hij aangekomen bij, we weten het niet. Nee, nou, maar ik even daarover gesproken trouwens, dat Twitter. Dat is wel een mooie manier, hè. Zo kunnen luisteraars ook interactief meedoen. Want als je nou een vraag hebt in je cellfoon, dat je denkt van, hè, ik wil graag dit nog even van ze weten. Nou, dan kun je die vraag gewoon op Twitter gooien en dan kunnen wij ze nog stellen. Ja, en datzelfde geldt voor het meeraden. Want ja, misschien weten jullie het wel eerder dan dat wij het weten. Dat kan best. Ik bedoel, wij weten ook niet alles. Als je het doet via @ballisticbrass, dan zien wij het tijdens het programma ook gewoon in beeld verschijnen. En dan zullen we er ook even aandacht aan besteden. Maar ja, goed. Als we dit horen, dan is dat de tijd om even te stoppen met praten en over te gaan op muziek. Ja, inderdaad. Ik had iets klaarstaan en ik dacht van, nou, weet je, wij draaien heel vaak marsen, lichte werkjes en weet ik het allemaal. Maar bijna nooit openingsfanfares. Nou, doe eens. Nou, en ik dacht door de Royal Air Force, volgens mij Engeland is dit, met Fanfare onder RAF Call. Fanfare on the RAF call dus van de Roy. Wat lach je daar? Ja, nee. Ik denk dat we deze er gewoon uit moeten halen, hé. Ik vind, als je dit weer ziet, dan word je zo treurig van. En dan heb je het programma hiervoor nog een heel mooi nummer trouwens. Wel een gedragen werk. Mm-hmm. Maar ook met een droevige gedachte erachter. Even, nou ja, goed, even iets om op te fleuren. Ja. En even om een kort nieuwsberichtje voor te lezen. Dat kan op dit muziekje. Slagwerkers verkopen rozen. Oh. Ja, en dat is in Elspeet. En toch even ook voor onze Elspeetse luisteraars, dat is op vrijdag 31 mei. Dan houdt het slagwerkensemble van de Elspeetse fanfare een bloemenactie. Er worden bossen, rozen en chrysanten verkocht door de leden van het ensemble. Ze komen 's avonds tussen 6:30 en 8:00 bij de deur langs om deze rozen of chrysanten te verkopen. En ja, mocht je niet thuis zijn, dan zal er vast ook wel ergens anders een mogelijkheid zijn om ze op te halen. Ja, inderdaad. En daarna, dan is het alweer bijna tijd om over te gaan, hè, naar... Daar ben je hem zelf van. Ja, ik vind het wel weer spannend, hoor. Ja? Ja, toch elke keer weer, hè? Dat is ook zo. Ja. Nou, tot die tijd gaan we in ieder geval luisteren naar een van de cd-presentaties die wij al hebben gehad in dit programma. Dat was van Example uit Empel en van de cd Lion of Victory. De nieuwste cd die door Example gemaakt is. Dat zeg ik. Cd-presentaties gesproken. Ja. Misschien wel even leuk om te zeggen dat vandaag bij DVS de cd's de deur uit gaan zijn. Naar wie dan? Nou ja, naar iedereen die ze besteld heeft. Ah. Dus dat is voor de mensen die erop wachten. Nou ja, vandaag of morgen.
overmorgen. Ja, want je hebt net even contact gehad met... Komen ze waarschijnlijk door de brievenbus heen. En ja, ik heb net even contact gehad met Niels Kuyt. En nou ja, we gaan proberen. Het is nog niks zeker, maar we gaan proberen. En die kans was wel vrij aanwezig, zei hij. Dat we volgende week een stuk kunnen presenteren. De WMC muziek heeft gezet. WMC muziek, die staat op deze cd. Die durf ik goed nadenken hoe ik het ging zeggen. Ja, dat... Zo was hij nog op miskrom. Ja. Goed, muziek van Example uit Ample. Pride of the Fleet. Gaat over. Dus hij is in ieder geval... Aan. Ja. Dat is al een voordeel. Maar ja, waar is hij gebleven, hè? Goedenavond, Hans van Willeren. Goedenavond, Hans. Hoeveelste WMC wordt dit voor jou? Het, Even kijken hoor, het derde WMC. Goed, Hans van? Willigen, kijk. WMC, ook voor de vereniging waar je bij speelt? Ja, klopt. Dus eigenlijk zijn jullie nog vrij jong op het WMC, begrijp ik. Ja, tenminste drie edities. Dat is, dat klopt. Verenigingsjaren zijn er 90 inmiddels dit jaar. Ja. En derde keer. Wat voor onderdelen gaan jullie meedoen? In de Division. Mars in de First Division. Oké, dat is wel leuk inderdaad. Want meestal hebben we de Champions Division... Ja, heb ik gehoord. Ja. Mars in de First Division. Nou, ja. dat wordt voor ons al wat kleiner in ieder geval. We gaan nog eventjes door, want ik ben nog niet helemaal op de hoogte. Wat die
ja, die eigenlijk ja, gelinkt zijn. Zonder erg makkelijk voor je zijn. Zijn het wel twee massen waar we de klankkleur van het korps uit laten komen. Oké. Ik heb begrepen, twee marsen dus. Ja. Zijn die marsen speciaal geschreven of gearrangeerd? Nee, of? Nee, één is er gearrangeerd. Wat wij hebben begrepen is die alleen die hebben we laten arrangeren voor de bezetting. Is het ook zo dat jullie korps een hele speciale bezetting of zoiets gaat? Nee, klopt. Oké, okay. Dus we hebben met een speciaal korps te maken, min of meer. Praat ik dan over een slagwerkkorps bijvoorbeeld? Nee. Wel gewoon. Ja, oké. Okay. Nou, dan denk ik dat wij met Natuurtoon te maken hebben. Kan dat? Met Leerdam. Helemaal. Ja, ja. Nou, het, gelukkig zo af en toe, dan krijg je wat hulp. Klopt. Hoe bereiden jullie je voor op het WMC? Want ik kan me zo voorstellen dat dat voor de derde keer nu... Hoe gaat dat bij jullie? We zijn net zoals vele andere korps reeds vroeg begonnen met de muziek. Een van de... Van La Ros, ja. Van Willem La Ros. Die was natuurlijk in het verleden geschreven voor de trommelaar van Roosendaal, over Roosendalen. Ja. Net hoe je het uit wil schelden. Alleen onze bezetting is natuurlijk niet meer van die tijd. Wij lopen met bes-instrumenten inmiddels ertussen en chromatische cornetten in S. Ja. En twee marching baritons en best sousaphones en een uitgebreide slagwerksectie. Ja. Nou, dat nummer konden we meer van deze tijd. Dus we hebben aan Robal voor gevraagd. Wij hebben in onze bezetting fluiten, lopen fluit en een piccolo. En ja. Daar was natuurlijk helemaal niks voor geschreven. En ook voor de marching bells die we hebben lopen was niks voor. Dus dat heeft hij er voor ons bijgeschreven. En ja, is het dus eigenlijk speciaal voor ons, voor het WMC waar wij een deel voor gebruiken, omgeschreven. Ja, precies. En, het andere werk is Avanti van Schreun. Dat was al een nummer dat we een aantal jaren geleden al eens een keer voor een maskerkoers hebben gebruikt. Dat is een prachtig nummer waarin met name de klank van de jachthorens, wat we dan toch zijn, jachthorenkorps, ja. Ja, volledig benut wordt. En ongelooflijk mooi werk om te spelen. Ja, precies. Waar instrumenten ertussen lopen tegenwoordig, die, waardoor het toch wat... Ja, is dat ook een van de manieren waarop jullie proberen een beetje vernieuwend bezig te blijven? Want ik kan me zo voorstellen dat het geluid van een jachthoornkorps, dat niet het meest makkelijke geluid is om ook nieuwe leden mee te trekken enzovoort. Nee, dat klopt. De afgelopen jaren, kan ik wel zeggen, zijn we eigenlijk een beetje van het hele verhaal afgestapt van de geëikte nummers. Ja. We spelen nog wel, want je moet je traditie voortzetten. Ja. Daarnaast hebben we een andere weg ingeslagen door Rob Alvoort voor ons een aantal werken om te laten zetten. Waaronder bijvoorbeeld Clocks, ja. Van Coldplay, herschreven. Inmiddels zijn we ook in het bezit van een huisarrangeur. Die heeft onze showmuziek geschreven. Dan moet je vanuit gaan dat bekende melodieën zijn van de wereld. Ja. Beginnend in Parijs, langs Engeland. Langs Spanje en Mexico en dat soort landen gaan we allemaal aan. En sinds november vorig jaar zijn we in het bezit van een blazers, een algeheel instructeur, Marcus Kerkshoek. Die zelf ook muziek, proefdirectie gedaan. Ja. En daarna is die, gaat hij voor ons verder. Ja. Maar schromen ook niet om wat nieuws. Ook in de leden bijvoorbeeld, dat er weer meer enthousiasme komt en ook van buitenaf? Ja. Ja, het wordt natuurlijk is een korps wat herkenbare muziek speelt, is een aantrekking, heeft een magnetische aantrekking naar buiten toe. En dat vinden ze leuk, want dat willen ze horen. En dat is bekend en dat kunnen ze gauw mee fluiten of neurien. En dat is met jachthorenmuziek gewoon niet. Met alle respect, maar dat zijn vaak albollige nummers. Ja. En daar kun je gewoon weinig mee. En door om te stappen nu de andere kant op, de grenzen van de jachthoornkorps. Ja, en waarom hebben jullie eigenlijk voor de mars gekozen en niet voor... Ja, ook dat is tweeledig. Het is 24 jaar geleden dat we onze laatste deelname aan het WMC hebben gedaan. Ja. Dat was inderdaad in de show. Daarvoor hebben we de mars gedaan. Om nu gelijk weer in de world, of in het nieuwe jureringssysteem...
om daar gelijk in te stappen en dan in de show te gaan, ja, dat vonden we toch een beetje te tricky. Ja. En hebben we toch een beetje voor ja, live behoud misschien wel gekozen. Ja, precies. En laten we eerst maar eens gaan kijken waar we dit terecht kunnen brengen. Ja. En dan over 4 jaar hopende dat we inderdaad in de dubbel mee kunnen doen, wellicht andermaal. Ja, nu hoor ik je steeds in de we- en de wij-vorm praten. Betekent dat dat je zelf ook meeloopt op het veld? Of heb je een andere functie? Nee. Ik ben uit bestuurlijke functie voorzitter. Kijk. En uit muzikantenfunctie ben ik de maître. Oh, dus je loopt ervoor. Ja, daar zeggen ze altijd, de maître doet niet muzikaal mee. Maar ja, wel meegelopen. Maar wel een man binnen de vereniging waar je geen ruzie mee moet krijgen. Ja, nee, dat is waar. Dat is in alle opzichten, ja, zeg maar. In alle opzichten. Nee, ik heb wel meegewerkt geweest op alle instrumenten die er maar voor handen kwamen. En daarna ging onze toenmalige maître, deed een stapje terug. En zei van, nou, lijkt me wel eens leuk dat jij dat gaat doen. Dus sinds die tijd ben ik maître geworden. En hoe bevalt dat? Ja, eerste jaren wennig, maar nu zou ik niet meer zonder willen. Oké, en dus ook als maître op het WMC? Wanneer op het WMC? Welke dag spelen jullie? 13 juli. 13 juli. Enig idee wat de tijd is? In de middag? Half 5. Oké, dus aan het eind van half 6, maar het is een uurtje vervroegd. Kregen we bericht voor, omdat dat ze toch met het avondprogramma in de knieën kwamen. Dus we zijn om 4:30 aan de beurt. Want jullie doen s'avonds ook nog wat? Nee. Nee, maar dat loopt de hele dag door, heb ik me laten vertellen. Van 2 tot 8 uur. En dat dan de prijsuitreiking is. Ja, precies. Wat verwachten jullie van het, ik bedoel, derde keer WMC, dat is al een tijdje geleden, of tenminste. Mm-hmm. Maar wat zijn de verwachtingen voor het aankomend WMC? Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk zo hoog mogelijk te eindigen in de First Division. Een kampioenschap in de First Division lijkt ons een ultieme droom. Maar of het verwezenlijk kan worden, ja, dat hangt van de dag, van de vorm en noem maar op. Er alles aan te doen om de leden zo heel goed voor. Dat er eigenlijk maar naartoe gegaan hoeft te worden en ze maar aan één ding moeten denken en dat is die 6-7 minuten op het veld presteren. Ja, nou dan is het ook voor ons in ieder geval mooi om aan te sluiten om jullie heel veel succes te wensen ook bij het aankomend WMC. 13 juli dus, de voorbereidingen die zullen nog heel veel energie en tijd vergen van alle leden en natuurlijk ook van de bestuurlijke mensen. Dat klopt. Heel veel succes ook bij de voorbereidingen verder. En ja, wie weet treffen we elkaar op 13 juli daar en anders... volgen wij in ieder geval de verrichtingen wel via korpsmuziek wat de uitslagen zijn en hopen we elkaar ooit nog een keer te spreken. En natuurlijk ook de schone taak om de WM zelf voor te brengen. Mm-hmm. En ja, wij zijn ook heel benieuwd waar wij hem volgende week gaan aantreffen. Oké, nou, ik heb al een idee, dus dat lijkt me erg leuk en ik ga zeker luisteren. Dan treffen wij het volgende week ergens anders. Heel erg bedankt Hans en succes ook met de voorbereidingen. Oké, jullie ook bedankt. Dank je, dag er. Oké, bye.
Ja, dat was natuurlijk het welbekende werk Groen als gras van Agda de Munnik. Alleen dan deze uitvoering van Showkorps Wilhelmina uit Sleeuwijk. Ja, en daarvoor spraken wij Hans van Willigen van de Bazuin Leerdam. Voorzitter, maître, eigenlijk twee belangrijke functies binnen één korps. De belangrijke man, zeg maar. Ja, en zij doen op 13 juli mee aan het WMC. First. En... als we het hebben over wedstrijdjes, winnen en dat soort dingetjes. Hoog eindigen. Ja. Ik zag net ook wat bijzonders voorbij komen op Twitter. Oh, wat dan? Nou, ik heb volgens mij, ja, zie ik wat jij een stukje ervan gaat draaien zo. Denk je? Nou, ik ben bezig om iets te proberen, maar ik weet niet of het... Ja, dat volgens lukt. Mij lukt het. Ja, dit applaus, dat herkent iedereen natuurlijk gelijk, hè? En dit geluidje. Ik irriteerde mij aan dat geluidje, want ik dacht elke keer, oh, het liedje begint. Oh, wat gaaf, man. Maar de klanken dus van de winnaar van het Eurosongfestival. Ja, en dan ga je denken van, ja, waarom moet dat in een programma als Ballistic Brass gedraaid worden of even laten horen? Willen we meegaan met de tijd? Ja, ook dat, maar er zit ook een heel verrassend element in. Ja, inderdaad, want we kregen van de week al een berichtje van Peter Vulphorst. Die aangaf van, weet je, het is een winnaar, maar op Nederlandse trommels. Ja, en dat is toch mede ook de kracht van het liedje. Ik bedoel, ik wil niks af doen aan de zangeres, hoor. Nee, inderdaad, de zangeres is trouwens leuk. De concertbasdrums tik. En dat is toch wel even leuk om aan te halen. Dat zijn we toch als Nederland, ondanks dat we negende zijn geworden, ook nog een beetje de winnaar geworden. Eigenlijk is het ook wel typisch Nederlands, hè? Om overal eigenlijk in te zien van als er iets anders goed gaat, om ook te kijken of wij daar nog enig idee van hebben. Ja, inderdaad. Laten we het hebben over voetbal. Dan zie je de finale van de Bayern München tegen, hè? En dan was het de halve finale, was de scheidsrechter Nederlander. Geen Nederlanders op het veld, maar er werd wel gesproken de Nederlandse scheidsrechter, die toch allemaal weer zo goed had gedaan. Ja. Nou, natuurlijk Arjen Robben, dan is iedereen voor Arjen. En dan hebben wij Nederlanders, dat heerst toch, hè, dat gevoel. Ja, maar dat is toch ook goed. Raar volk ik bedoel, zijn. Positief blijven kijken als er iets misgaat of wat dan ook. Gewoon kijken naar het positieve erin, dan is dat allemaal helemaal fantastisch. Volgens mij is het tijd om weer door te gaan met muziek. Nou ja, goed, leuk om daarbij aan te sluiten natuurlijk. Een tijdje geleden, en er wordt een uitgevoerde Brassband de Walsang. Toen in 97 was dit nummer het winnende nummer en dat was Love Shine a Light. Even de goeie.
Love Shine a Light van Brassband, de waltzang in dit geval, en niet van de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 97. Maar ja, op zich ook wel een nummer wat iedereen nog herkent, hè? Ja. Ik weet nog wel dat wij dat nummer altijd heel vaak moesten zingen tijdens muziekles. Oh, ja, daar blijf je dan bij. Ja, ik had altijd al een hekel aan zingen. En dan moesten we ook nog in de muziekles gaan zingen en dan dit nummer. En straks jouw kinderen die zingen misschien dan wel weer het nummer van Denemarken. Ja, daar weet ik niks van. Maar om maar even naar het andere berichtje van de week. Dat houden. Nou, als je het over Advendo hebt. Ja. Heb je dat gelezen over? Zij gingen toen in de regen Oh ja, daar repeteren. Had je al gereageerd, hè? Ja, met lieslaarzen volgens mij, want dat ging zo hard. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat afgelopen is. De foto zag er wel droog uit. Ja, dat was binnen. Oh. Of met die laarzen bedoel je? Nee, ja, maar buitenrepetitie was dat volgens mij, hoor. Ik zag alleen nog een foto van, we zijn er klaar voor. En zag ik twee bewogen laarzen. Maar ik ben heel benieuwd of het mee is gevallen. Of het sousafoons, of die helemaal vol zijn gelopen met water. Ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar als iemand van Advendo luistert, dan doe even een Twitterberichtje. @ballisticbra. Maar in ieder geval, al jaren komen de Advendo-korpsen komen daar aanvragen binnen van showmuzikanten om mee te mogen musiceren. En iedereen met ervaring op bas, snare, trompet, trombone, F-horn of bariton is van harte welkom op vrijdag 31 mei. Want dan organiseren ze een open repetitie in het Advendo-gebouw aan de Korte Vreugde 22 in Sneek. En als liefhebber mag jij daar natuurlijk mag jij daar niet ontbreken. De drempel om daad bij woord te voegen is lager dan ooit. En vandaar ook dat Advendo je met de uitnodigt om daaraan deel te nemen. Om 8 uur is start van de open repetitie. En dan om 9:15, dan is de pauze. En dan om 9:15 is de gezamenlijke muziekrepetitie tot 9:45. En dan is er nog een informele meet and greet. Oftewel gewoon even een derde helft, zeg maar. Dat is eigenlijk wat er allemaal aan de hand is. Nou, wil je van tevoren nou nog even wat informatie hebben? Dan kun je je vragen mailen naar richard.kamstra@advendo.nl. Volgens mij niet. Maar op zich hartstikke leuk. Het enige nadeel, denk ik dan. Maar wie ben ik? Als je nou helemaal uit, noem maar eens wat, Amersfoort komt of zo. Ja, dat is dan een behoorlijk eindje. Maar ik denk dat het wel leuk is. Ja, ik denk het ook wel. Heb je wel eens ook gehoord hoe het, staat hier niet zozeer bij, is het jaarlijks of zo dat het gebeurt? Nou, volgens mij is dit de eerste keer. Dat is wel misschien wel je leuk jaarlijks evenement. Ja, nou wie weet. Ze hebben natuurlijk al één keer per jaar de showavond, hè, waarop ze de show presenteren. Maar ja, misschien een tweede jaarlijks evenement erbij. Ja, wie weet. We zullen het zien. In ieder geval, 4, hoeveel weken is dat alweer? Volgens mij 3. Een nieuwe cd te presteren. En als... Nee, toen was het alsnog KTK. Ja, en we dachten van, nou weet je, laten we gewoon... Gewoon omdat het kan, gaan wij luisteren naar Advendo uit Sneek, de nieuwe cd die zij een paar weken geleden hebben gepresenteerd met het nummer Econo. We'll be right back.
track van de week. Ja, wat moeten we er zeggen? Zullen we zeggen al het goede werk van het interview van vorige week ten spijt? Hoe bedoel je? Nee, dat vind ik niet. Er is nog best veel gestemd, toch? Ja, dat bedoel ik niet. Maar uiteindelijk geldt er maar één ding. Ja, dat is de winnaar. Ja. Ja, en dat bepaalt het niet, hoor. Nee. Jij vindt van niet? Nee. Nee. Nee, dat vind ik al. Het is gewoon jammer, hè? Had jij hem al klaarstaan, trouwens? Of? Nee, maar hij ligt hier voor ons. Oh, oké. Okay. Nee, de ander. Welke andere? Deze. Nee, deze is Oh, het. Die moet je hebben. Ja. Ja, deze. Ja, want nu is het zo, de track van de week. Je hoort de tune. Ja, en wie heeft er gewonnen? Vorige week hadden we natuurlijk in de studio Oranje IJsselmuiden. Klaas en Heidi. Alleen, die track, Copacabana, ja. Is niet geworden. Nee, het is zeker, dat is apart eigenlijk, hè? En dan moeten we ook altijd even noemen met hoeveel stemmen de track van de week de winnaar is geworden. Nou, dat... Ja, dat hebben ze dan wel goed gedaan. En er is trouwens zelf, zie ik, in de laatste paar minuten nog flink bijgestemd. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, helaas net niet genoeg. Het is 41 tegen 38 geworden. En daarmee gaat Margam Abbey voor de tweede maal aan de haal met de eer. En dat is dus van de Flora Band, want zij winnen deze keer opnieuw. Margam Abbey dus. Margam Abbey, dus de track van deze week en van vorige week en misschien ook wel van volgende week. Ja, en maar of dat zo is, ja, dat bepaal je natuurlijk zelf, want je kunt stemmen maar ik op... niet. Nee, maar de mensen die aan de andere kant van de radio of tv of computer zitten. Ja, ik kan die mensen moeilijk aankijken. Ja, maar dan moet... Ja, dan moet ik daarin kijken. Ja, maar precies, niet iedereen kijkt via de webcam. Ja. Nee, dat is waar. Dus zo dadelijk, we gaan nog even een goede track van de week tegenover zeggen. Want we merken wel dat een leuke track om te horen. Ja, klopt. Maar het is niet voor niks dat je natuurlijk voor de tweede keer wint. Nee,
Nee, het is ook gewoon een goed nummer. Goede, ja. Ja, dus er komt straks nog wel weer even een goede tegenover te staan. En welke dat is, ja, hou de poll in de gaten. Maar je hoort hem zo dadelijk nog even in ons programma. En we hadden nog een nieuwsbericht tussendoor. Ja, nou tussendoor. Maar in ieder geval wat nog even leuke regio-nieuws is, om het maar zo te zeggen. Dat er bericht is gekomen bij de Van Limburg Stiermkorpsen dat zij een clinic gaan krijgen van Mike Scheper. Beste Mark. Ja. Nou, die Mike die is een... Die vrij hoog in de musicalwereld staat. In dat opzicht dat hij vaak musical director, zeg maar, de muziek en zo. Is afgelopen periode naar Brazilië geweest om daar The Lion King te laten draaien. Maar hij is daar in een korte periode van een paar maanden al 3 keer overvallen. En... In de zin van een roverij, zeg maar. Ja. En, ik heb pas geleerd hoe je iemand van een pistool moet ontdoen als er eentje tegenover je staat. Ja, maar als het een hele groep is... Dan wordt het anders. Ja. Hij was er in ieder geval helemaal klaar mee. Dus hij is weer teruggekomen richting Nederland. En hij zal dus op 28 juni hier in Wezep... Als mijn hoofd bij het noorden ligt, zal hij een clinic gaan geven. Dat gaat nog volgen. En dat is dus ook, Ja, dat lijkt mij wel als het... Niet hoe de indeling is, hoe dat allemaal eruit gaat. Maar vast zeker weten nog in dit programma. Je zegt, hè, hij heeft veel met musicals gedaan. Maar heeft hij dan ook wel ervaring met... wat voor clinic gaat hij dan geven? Ik bedoel, hij kan jullie dan toch niet aanwijzen van... dit nootje zit verkeerd of weet ik veel wat? Of nou ja, goed, hij kan wel bepaalde beleving natuurlijk. Van, ze hebben dit bedoeld in de musical. En jullie spelen dit en dat geeft mij dit gevoel. Dat is niet goed. Ja. Bijvoorbeeld. En hij is natuurlijk heel muzikaal ook, Ja, ik ken zijn achtergrond niet. Ja, ik ook niet. Ik ken hem verder ook niet. Maar dat weet ik van. Het is wel hartstikke leuk. Dus 28 juni, nadere info, die zal nog volgen. Waarschijnlijk wel te vinden op www.vhsband.nl. Kwam het ook al op voorbij? Ja, inderdaad. Of de Facebook. Te volgen. Ja, en ik zei het jou al, toen zeiden wij nog wel eens wat van de Kingsguard. De Noorwegen. Nou, op zich is het ook gewoon een leuke mars om een keer te laten horen. Voor King Haakon, dat is volgens mij de kroonprins, of nu de... de Honor Mars. Thank you.
Ja, dat was de Mars voor Prins Haakon, of tenminste Koning Haakon. Ja, en Koning Haakon. De huidige Haakon, die is kroonprins. Maar de Haakon waarvoor het werd gespeeld, dat is Haakon de Zevende. Die heette eigenlijk Karel. En ja, hoe kan je het ook verzinnen? Die was koning tot 1957. Wikipedia, je moet het altijd met een korrel zout nemen. Maar in dit geval ga ik er gewoon vanuit dat er toch wel enige waarheid in zit. Je microfoon. Ja, nou, ik... Laten we nu die muziek eronder horen, denk ik weer van, nou, dit is weer een hoogstaand niveau. Juist. Ja, nee, ik wou eigenlijk hier even voor de track van de week naar kijken. Oh ja, maar ik dacht, we laten misschien even een stukje horen. Van deze? Oh ja. Ja, nou, dat is goed. Maar ik had eigenlijk nog niet één uitgekozen. Als jij er dan vast even uitzoekt, ja, nou, voor... weet je wat we doen? We doen het rad van avontuur. Doe jij gewoon een rat aan het draaiwieltje en zeg ik of het kan of niet. Nou ja, laten we het zo doen. Kijk, het staat tegenover Flora Band. Markham Abbey die is al twee keer als winnaar uit de bus gekomen. Dus ik zeg van, laten we deze gewoon even horen. Ja, ik denk dat deze wel... Zo kapel, als ik het goed zie op jouw cd. Ja. Van de cd Dynamic. Komt... Ja, en... Ah, dat is echt een gouden ouwe, hè, dit. Ik vind het een heel leuk nummer. Ja, dat is een gouden ouwe dit. Sempre Fidelis van Sousa natuurlijk. Ja, en dat is gelijk weer te herkennen. Ik ga hem er zo opgooien. Komt het helemaal goed. Dus de Johan Willem Friso kapel die tegenover Flora Band uit Rijnsburg staat. Ja, hij komt er zo dadelijk op de website te staan. Daar kan je stemmen. En wij gaan tot die tijd gewoon nog even luisteren naar een... Ik dacht van, nou, we hebben al zo lang geen polka meer gedraaid. Laten we dat maar eens doen. Ja, inderdaad. We gaan luisteren naar Skoda Laski. Ja, wat een leuk nummer, die polka. Ja, wel microfoon aanzetten. Ja, inderdaad. Skoda Laski is altijd een erg leuk, feestelijk, vrolijk nummer. Het tempo zat er goed in bij deze. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Volgens mij zitten ze nu nog na te hijgen. Ja, inderdaad. Het was gespeeld op Nationale Tap Toe Breda toen de tijd nog, in 1992 al. Dat is ook weer een tijd geleden. Ze worden nu in Ahoy gehouden. 20 jaar geleden, ja, in Ahoy inderdaad. Ja, en op de achtergrond, het laatste nummer van vanavond. Ik kwam deze cd tegen, volgens mij hebben we hier nog nooit wat van gedraaid. Het is... Jawel, heb ik wel dus hoor. Ja, dat wil ik wel gelijk even... Dat nou, heb niet ik met mij erbij. Maar ik heb nog nooit een korpsje voor een orgel zien staan. Nee, nou dat komt omdat die cd heel veel... het is een Hongaarse band geloof ik, uit mijn hoofd.
Ja, en Pools. Ja, zoiets. Maar er staan dus allemaal titels op vanuit dat land, zeg maar. Dus ja, ik kan dat taaltje niet, hè. Ja, dan wordt het heel lastig. Ja. Het zijn trouwens de Poolse luchtmacht, is het? Die aan het blazen is op de achtergrond. En zij spelen een nummer, Melodie Bichinade. Poolse luchtmacht, nou dan zullen ze wel uit Hongarije komen, denk je niet? Waarom? Nou ja, als het de Poolse luchtmacht is. Ja. Die zitten niet in het eigen land, toch? Dat is logisch. Goed, de track van de week die staat online. Ja. Ik zie dat er al gestemd is op Mark en Abby van de Flora Band. Maar hij staat dus tegenover Semper Fidelis van de Johan Willem Friso Kapel. Ja, en stem dus tot volgende week, wat is het, dinsdag, tot een uur of 6:30. Daarna gaan we hem draaien. Ja, inderdaad. En met een beetje geluk hebben we volgende week ook DVS met de nieuwe CD-presentatie. En we hebben, als het goed is, als ik mij niet vergis, ja, dat weet ik bijna wel zeker, hebben wij een interview met Taptoe Tiel. Ja, en dan gaan we natuurlijk ook, want die Taptoe die komt eraan op 1 juni uit mijn hoofd. Ja. Hartstikke leuk om daar ook even wat meer informatie over te krijgen. We bellen dan met de voorzitter volgens mij van de Taptoe, of niet? Ja, geloof wel dat... ik heb hier zo even niet meer de gegevens bij de hand, maar ik geloof wel dat het de voorzitter was. Ja. Dat is allemaal volgende week. Nou, bij deze stem dus nog even op www.ballisticbrass.nl. En wie weet hoor je dan of de Johan Willem Friese Kapel of Flora Band volgende week weer terug. En ja, ook nog even voor over de radio. Indien jullie het nog niet doen en wel actief zijn op Twitter, dan kan je natuurlijk ook nog even korpsmuziek_live volgen. Want zij zitten ook op het ODSC. En via korpsmuziek, dus KM_live, volg je dus alles wat zij op het WMC of WMC, ODSC, alles wat zij live doen, verslaan. Dat, ja, komt daarop en natuurlijk op live.korpsmuziek.nl. En nu we het daar toch over hebben, want hier zit natuurlijk min of meer ook Cor een beetje achter. Net zoals dat Cor achter onze website zit. En wij zijn dat vorige week, hebben we dat niet gemeld. Maar we hebben een nieuwe feature op onze site. Klopt, hè? Hij is al wel op Twitter voorbij gekomen. Twitter, ja. Ja. Ja, dat is, maar we hebben sinds vorige week hebben wij ook de mogelijkheid om onze uitzendingen terug te beluisteren. Een soort eigen archief met uitzendingen gemist. Ja, inderdaad. Nou, ik vond het helemaal fantastisch. Ik dacht van, nou, daar hebben we zo lang op gewacht. Het nog vaker je eigen stem horen, hè? Ja, ik luister elke dag naar mezelf. Vind ik zo fijn. Ja, dat dacht ik al. Ja. Goed, genoeg. Niet dus, hè? Dat dus op www.ballisticbrass.nl onder het kopje archief. Kun je alles terugluisteren met natuurlijk ook weer de WM-cellfoon die vandaag bij de Bazuinert Leerdam was. Waar wij spraken Hans van Willigen. En volgende week, ja, dat is nog even een verrassing. Vanaf 6:00 zijn we er weer. Dat is dus dinsdag 28 mei. Ja, klopt. Fijne helemaal. Avond. Fijne avond en tot volgende week.